Jouw job zit erop, maar er is hier iemand op jou aan het wachten. Een van de beste freestylers van de wereld. Maak kennis met Hugo Vliessen. Hoe gaat het, man? Lekker? Ja, met mij goed. Ja, man. Hey, Hugo, ik weet één ding zeker. Van hem geniet je wel op het veld, hè? Nou, nog. Akka's, skills. Ja. Alles. Ja, nu ja, is het ja. Tijd om hem te laten genieten. Oké, dus ik wil gewoon aan jou vragen om hem even helemaal gek te maken met jouw skills. Schitterend. Sergio Des, dit is freestylen op zijn best. Kijk hier, zo makkelijk. Op de dubbele. Hey. Nog praten, hè, alles. Hoppa. Respect, man. Dankjewel. Kapot hard, man. Dat is goed gekeurd. Jij stelt nooit teleur, man. Jij stelt nooit teleur. Mooi, mooi, mooi. Weet je dat deze man gewoon 3 keer over die bal heen kan gaan zonder te raken? Zonder, hè? Dus niet 2 keer, hè? 3 keer. 3 keer, bro. Besef gewoon, hij gaat 3 keer eromheen zonder die bal te raken. 3 keer, man. Dat is gewoon het cheatcode die je gebruikt. Het snel zijn, net tegenwoordig. Zo. Wij gaan er ook snel vandoor. Hey. Succes. Rustig. Toezali. Yes, dit is Shane. Een van de beste breakdancers van de wereld. Nou, we hebben hier wel met de voetballer te maken. Mm-hmm. Belangrijke contracten en zo. Yes. Dus breken is niet echt iets wat wij graag willen. Mm-hmm. Maar zou jij zo meteen iets aan hem kunnen leren? Tuurlijk, man. Hij gaat het sowieso kunnen. Zeker weten? Zeker weten. Oké, maar we gaan eerst even genieten van jou. Tuurlijk. Wat heb je allemaal in huis? Ik ga je gewoon laten zien, ja. Ja. Zo gecontroleerd. Oh, weet je hoe zwaar dat is, hè? Oei, 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 oei. Het is allemaal core, alles. Ja. Alles eigen gewicht, weet je, eigen lichaamsbouw. Dus elke danser beweegt ook anders, weet je. Lichaam is anders gebouwd. Dus ja, je moeft anders. Rechte voet, linker knie holt dan. Ja, toch? Ja, zakken we naar beneden. Rustig. Ja, hij staat nu naar rechts. Even draaien. Bam. Oké, laat me hem 1 keer snel proberen. Ziet er niet uit, sorry man. Nee? Nee. Ik kan hem nog niet, hè? Nee. Hey! Hoppa! Tiki-taka, Touzani. Deze man heet Levi. Hij is Nederlands kampioen. Ik vind het heel aangenaam. Weet je waarom hij Levi heet? Elke keer als hij iets geks heeft gedaan, dan zeggen we Levi nog. Levi nog, hè? Zo gevaarlijk zijn zijn skills. Dat is echt niet normaal. Gastje. Ja, ik zou het tof vinden als je hem zo meteen wat leert, maar ja, man. Laten we beginnen door gewoon naar jou te kijken, man. Gaan we best doen, man. Wow! Wow! Niet normaal. Dat heb ik nooit met mijn eigen ogen gezien. Jij bent niet normaal, man. Jij bent echt. Bro. Zo simpel, man. Dit is echt top, man. Gaat goed met jou? Ja, ja. Ja. Je wil een beetje gek zijn voor dit soort dingen. Jawel. Jawel. Ja, man. Nee, maar ik... Ja, dan moet je duwen eigenlijk, man. Ja. Yo. Hoe dan? Je springt hoger dan Cristiano Ronaldo. Als jij in ieder geval voortaan een lampje op je fiets doet, komt alles goed. Top. Thanks. Take care, man. Jij ook. Ja, man. Thanks, man. Geen probleem. Ja, toch? Tiki, taka, Touzani. Zo, ik voel me wel echt een manager. Yo. Voel je al een manager? Ja, man. Mijn eigen team samenstellen, of niet? Nu heb je veel trucjes, maar kan je ook een goede manager zijn, een goede coach? Hierachter hebben we allemaal spelers van verschillende leeftijdscategorieën. Zometeen zijn de try-outs. Dan gaan zij zichzelf laten zien. Op basis daarvan kan jij een lijst maken, ik een lijst maken. Dan gaan we om en om onze spelers kopen. En dan gaan we een wedstrijd spelen en gaan we zien wie de beste coach is. Oké, maar let's go, man. Let's go. Let's go, man. Ladies and gentlemen, it's match day. Match day. Goeie goalie wel, hè? Oh! Hey, dit is een speler voor jou. Okay. Alleen al daarom wil ik hem hebben. Wie heb je dan? Hey, yo, je kan niet kijken, man. Wow! Ik zie skills zonder rendement, dat is jammer. Wat voor transferwaarde zou je aan jezelf geven? 20 miljoen. Nee, je bent toch geen 20 miljoen? Oh. Hoeveel jaar contract heb je nog? 1 man. 1,5. Oh, nou, 1. Ja, ja, dat is 20 wel, maar ik vind jou dan nog categorie minimaal 40. Nee, nee. Hey, je hebt iets gemist, man. Rainbow. Je hebt hem gemist. Ik zag hem nog wel stuiteren. Zo. Deze man is 20 miljoen, hè? Oké, efficiënt. Efficiënt. Zo. Ja,
Hey, jij kom eens hier. Deze speler is voor mij. Ja, dat kan je, nog niet bepalen, bro. Kom, dat kan je teken contract. Dat kan je nog niet bepalen. Teken contract. Ga je dat echt doen? Teken contract. Ga je dat echt doen? Ja, natuurlijk. Ik zou het nog niet doen. Ben serieus? Ik zou het nog niet doen, mag. Laat je, wie heeft jou laten zien dat ik jou graag wil? Hij weet het. Hier, teken. Ik zou het niet doen. Je moet even nadenken, man. Denk nou. Kijk eens. Oh, je Robben links. Oh, lekker hoor. Doen. Wow. Ik zeg eerlijk, bij mij krijg je gewoon voetmassage als je bij mij in het team zit. Hè? Wat een goede link kreeg. Ja. Heb je sorry gezegd tegen die paal? Nog niet, zal ik zo doen. Wat ga je doen? Ik dacht dat ik ging kijken. Nee, toch. Dat doen we niet meer, hè? Die tijden zijn geweest. Hij is scherp. Maar kan je ook rekenen? Ik ga opletten op jouw budget, hè? Je moet niet denken dat je iedereen maar kan kopen. Oh, we zien, hè? Ja. Ik weet niet hoor, ik ben er al lang uit, maar Sergio Des is hier niet. Rara, hoe kan dat? Meneer, zit nog notities te maken. Nee, maar wacht even, het staat verkeerd bij mij. Wat is dit? Dit hiervoor? Ja, dit vind ik echt niet kunnen. Hij heeft gewoon assistent trainen nu. Oké, Steepie schaamt, dan bepaal ik wie als eerste mag beginnen. Ik wacht hier niet op. Dan moet je maar zo meteen doen. Steen, papier, schaar. Oké. Dus ik mag als eerste kiezen? Dat is jammer zeg. Moet ik op jou wachten? Mag je nog als eerste kiezen ook? Ja man. Zo gaat dat. Ik ga voor oranje nummer 10. Delano. Delano. Ja man. Ik zeg eerlijk, ik zei dat je nog niet moest tekenen. Hè? Kijk, hier krijg je een geweldig shirt van mij. Je gaat zeker in de basis staan. Komt goed man. Ik ga voor Jaden. My man. Je hebt het super goed gedaan. Ik ben echt trots klopt, op jou. Klopt. Het ook super goed gedaan. Het staat zeker ook op mijn lijstje. Winning team. Keeper. Nummer 6. Groen. Nummer 3. Pedro. Klopt. Pedro, habla español? Portugees. Parabéns. Hola, Portugees. Kom maar, in de winning team, man. Ik hoor jou. Jij komt bij mij. Ben je fan van hem? Voor nu even niet. Maar. Voor nu even niet. Oh. Goed antwoord. Goeie. Nou, dan gaan we zeker winnen. Probeer, als zij de bal hebben... Zijkant is niet zo erg. Weet toch? Daar kunnen ze de bal hebben. Maar probeer de as, dus het midden van het veld, dicht te houden. Zodat ze daar niet doorheen komen. Ja? Kijk, ik laat gewoon het team gewoon een opstelling maken. Ga jij back? Dat is wat je kunt doen. Hij back, dan ga ik op 6. Op 6. Let's go. Kijk hoe je de betere trainer is. Oké, we zijn begonnen. Pas op! Tuurlijk! Hey! Diep! Hoeft niet! Corner! Achterbal, scheids! Hey, corner man. Pak hem af, je kan het! Lekker hoor. Golazo! 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 Boys, parkeer de bus! Ja. Quincy, kom. Golazo, Jaden. Hoe ga je dit toch doen? Ja, je had toch uiteindelijk naar mij moeten komen, man. Golazo! 3-0. Geef op. Hij levert gewoon zijn microfoontje in alles. Hij is er gewoon klaar mee. Ik zou jou als club zijn per direct ontslaan. Links buiten. Dylan! Het wisselen helpt ook niet, hè? Ja. Kom eens even hier. Niet met hem praten. Waarom wil je niet met mij spelen? dit is dus het probleem, hè? Nee, daar gaat het niet om. Hiervan leer je het meest. Als je verliest, leer je het meest. Ja, man. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Mooie overwinning. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja. Ja, ik heb niks meer te zeggen, man. Ik hoop nog wel dat je hebt genoten van dit programma. Ik heb er zeker van genoten, man. Ik ben blij hoe je al deze dingen voor elkaar krijgt. Je doet het goed. Dus, weet je toch? Ja man, credits naar jou. Dankjewel, maar ik ben blij dat je nog complimenten kan geven na een verlies. Want ik weet dat jij heel slecht tegen je verlies kan. 100%. Zo word je alleen maar beter, man. Ja. Je hoort te verliezen. Anders is het te makkelijk. Ik zou wel één tip geven aan jou. Mm-hmm. Investeer gewoon in stenen. En ga niet denken dat je na je carrière nog een trainerscarrière tegemoet gaat. Ik vind het wel goed zo. Ja. Je bent gewoon een super speler, maar als trainer moet je nog wel dingen leren. Klopt. Ja, en als ik compliment aan jou mag geven, je hebt het goed gedaan, man. Thanks, man. Niet als trainer, hè? Niet als trainer, al die andere challenges. Ja, al die andere challenges. Ik ben toch nog wel de winnaar van de dag, hè?